Ruben gaat werken bij spijkerfirma Van Leeuwen. Hij krijgt als opdracht om reclameslogans te verzinnen. Vol energie ontwerpt hij zijn eerste slogan. Meneer, ik heb een eerste slogan gemaakt. Een tekening met Jezus aan het kruis en als slogan... Ben je helemaal knetter? Dat trekt op niks. Verzin iets anders. Oké. Teleurgesteld stapt hij het af en ontwerpt iets nieuws. De volgende dag stapt hij terug naar zijn baas met een nieuw ontwerp. Een tekening met Jezus naast het kruis en als slogan... Ben je niet goed bij je verstand? Schrijf iets beter. En als je volgende tekst niet goed is, dan vlieg je buiten. Oké. Totaal teleurgesteld doet Ruben dan maar een laatste poging. Baas? Ja, Ruben? Ik heb een nieuwe tekst geschreven. Oké, hopelijk is het nu deftig. Secondje. Buiten! Oké.